We kijken hier naar een landschapsschilderij. Het schilderij Braziliaans dorp van Frans Jans Post is geschilderd tussen 1675 en 1680. Over die datum later meer. Het is een klein werk ter grootte van ongeveer een A4'tje en het is een olieverf op paneel. De schilder, Frans Jans Post, is in 1612 geboren in Haarlem. Dat is in het eerste deel van de Gouden Eeuw. En op 17 februari 1680 is hij daar ook begraven. Hij was een Nederlands schilder, graveur en tekenaar en behoorde tot de Hollandse school. Het Braziliaans dorp is, zoals gezegd, een klein werk. Van 20,5 bij 26,5 centimeter. Een olieverf op paneel. Het is een werk uit de periode van de barok. Dat is de tijd dat er in schilderijen veel diagonale vormen, veel licht-donker contrasten en emotie gebruikt werd. In die tijd werden er naast religieuze, historische thema's en voorname portretten ook landschapgenrestukken geschilderd. Qua compositie zien we een huis op links en een hutje op rechts met daartussen een aantal mensen, met op de achtergrond in het landschap bebouwing en veel groen. De palmbomen en schaarse kleding van de mensen geeft aan dat we hier in een tropisch milieu zitten. In dit schilderij is gebruik gemaakt van een reposoir. Dat is de donkere, bijna silhouetachtige struik linksvoor en ook aan de rechterkant. Dit is een element dat in de periode van de barok, 1600 tot 1720, regelmatig voorkwam in de schilderkunst. Dit past bij de grote kleurcontrasten die in die tijd toegepast werden. Het reposoir is altijd donker van kleur, waardoor je als kijker, als het ware, het schilderij ingetrokken wordt. Daardoor ontstaat er een dieptewerking. Dit wordt versterkt door een atmosferisch perspectief. De kleuren naar de achtergrond toe vervagen en zijn koeler. Opdrachtgever is graaf Johan Maurits van Nassau. Je weet wel, de naamgever van dit museum. Die ontworpen en gebouwd is door de broer van Frans Jans Post, Pieter Post. In de tijd gezien hebben we het hier over de Gouden Eeuw. In die tijd was dit een zeer gewild exotisch product onder de rijken. En eigenlijk is dat ook in onze tijd niet eens zoveel veranderd. Waar ging het verblijf van Johan Maurits in Brazilië nou allemaal om? Nou, niets nieuws onder de zon. We zijn er nu vooral mee bezig op deze manier. In de Gouden Eeuw kennen we het vooral van... suiker! Johan Maurits was gouverneur-generaal in Nederlands-Brazilië. Hij was daar om de handel van de West-Indische Compagnie in en de productie van suiker veilig te stellen. Ondanks nogal wat oorlogvoering was hij heel succesvol. Johan Maurits had een heel gevolg meegenomen met daarin onder andere schilder Frans Jans Post, die opdracht kreeg het landschap in beeld te brengen. Dit was in die tijd heel bijzonder. Post staat dan ook bekend als de eerste westerse kunstenaar die naar eigen waarneming Zuid-Amerikaans landschap in beeld gebracht heeft. Frans Jans Post is 7 jaar, van 1636 tot 1644, in Brazilië geweest. Hij schilderde daar landschappen van de staat Pernambuco, die tot 1654 onder het Nederlands bewind stond. Wat kunnen we verder op het schilderij zien? We zien een aantal figuren. Een man en vrouw in Hollandse kleding, duidelijk mensen met aanzien, lopen richting het huis. Op de veranda van het huis staat een Portugese vrouw. Ook dat is aan haar kleding af te lezen. Tegen de veranda aangeleund staat een slaaf met een korf op het hoofd. Verder zijn er inlanders, indianen, op de voorgrond te zien. De Portugese vrouw is een verwijzing naar de verovering van de kolonie door de Hollanders op de Portugezen. In de 80-jarige oorlog sloten Spanje en Portugal hun havens voor de Hollanders, waardoor de Hollanders niet meer aan suiker konden komen. Deze besloten het dan maar zelf in landen van herkomst te gaan halen en produceren. Alles om de handel en productie van suiker veilig te stellen. Slaven zijn de provincie Pernambuco terechtgekomen doordat er, waarschijnlijk door oorlog en onwil, veel te weinig arbeidskrachten te vinden waren voor het werk op de suikerrietplantages. Johan Maurits liet daarom in 1637 een vloot afreizen naar de goudkust van Afrika om daar een Portugees handelscentrum te veroveren, waar vandaan tot slaaf gemaakte Afrikaanse mannen, vrouwen en kinderen naar de kolonie werden verscheept. Vanaf dat moment speelde de Republiek een actieve rol in de transatlantische slavenhandel. Zoals je wellicht opgemerkt hebt, is de datering van het schilderij, 1675-1680, anders dan de periode waarin Post in Brazilië was tussen 1636 en 1644. Bekend is dat hij bij thuiskomst geromantiseerde beelden maakte naar aanleiding van zijn periode in Brazilië.
Braziliaans dorp is waarschijnlijk ook een geromantiseerd beeld.